Videomarketing is een onderwerp dat menig marketeer momenteel bezighoudt. Het bewustzijn om met creatieve videocontent online de aandacht op jouw merk te vestigen is er vaak wel. Maar bij videomarketing komen veel vaak onbekende disciplines om de hoek kijken. Disciplines waarbij je graag een partner aan jouw zijde hebt die je adviseert, realiseert en bewaakt. Succesvol videomarketing bedrijven is allereerst een kwestie van goed begrijpen welke competenties van invloed zijn op het succes. Strategie bepalen. Welke doelgroep wil je aanspreken? Waarin is deze doelgroep geïnteresseerd? Welke kanalen of media raadplegen ze? Wat is de businessdoelstelling en hoeveel marketingbudget is hiervoor beschikbaar? Antwoorden op deze vragen bepalen al snel welk type content uit de contentpyramide de beste keuze is. Deze antwoorden vormen de input voor de fase contentproductie. In deze fase wordt een vertaalslag gemaakt van strategie naar inhoud. Er wordt een format of script geschreven. Opnames worden geproduceerd en gerealiseerd. Content wordt voor de gekozen kanalen geoptimaliseerd, want one size fits all gaat al lang niet meer op. Ieder kanaal kent immers zijn eigen mogelijkheden, beperkingen en kijkgedrag. In de distributiefase wordt de content volgens plan gedistribueerd. Daarvoor zijn legio kanalen voorhanden, zoals sociale media, een eigen brandchannel, partnerkanalen, nieuwsbrieven, maar ook televisie, bioscoop of schermen in de winkel behoren tot de vele mogelijkheden. Maar meten is weten. En dus moet je zaken als bereik, betrokkenheid en conversie van de content goed analyseren. Wat werkt goed? Wat werkt minder goed? En waarom? Op basis van gegevens wil je namelijk direct kunnen bijsturen. Bijsturen in de strategie, de content zelf of in de distributie. En dat werkt het beste wanneer iemand het overzicht bewaakt. Iemand met concrete kennis en ervaring op al deze terreinen. Een partner in videomarketing. Koffie?